Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft tijdens een persbriefing de gemeenschap voorgehouden dat hij documenten zal overhandigen aan de Centrale Lands Accountantsdienst CLAT. Het gaat in deze om zaken bij enkele diensten en projecten die nader onderzocht moeten worden. Waar nodig zal de procureur-generaal worden ingeschakeld. Dit in het kader van goed bestuur. U hoort meer hierover van minister Noor Mohammed. We hadden zeker de media weet dat, maar ook het ministerie van Openbare Werken weet dat ik had aangekondigd dat we onderzoek gaan doen, ik ga verslag uitbrengen, etc. Maar ik had ook gezegd, ik ga niet 5 jaar bezig zijn hiermee. Toch, ik heb een aanzet gegeven en ergens gaat het stoppen, want we hebben ook ander werk te doen. Ik had aangekondigd dat we de laatste onderzoeken zouden doen, 5 stuks. We hebben 4 stuks, de laatste 4 voorbereid. De 5e moet nog voorbereid worden, dat heeft een stuk vertraging gehad. Ik ga straks toelichten waarom we dat nog met een maand hebben uitgesteld. Maar goed, het eerste wat ik jullie ga zeggen is dat we de klat weer hebben ingeschakeld. Bij de vuilophaaldienst, we hadden intern onderzoek gedaan. Als jullie nog kan herinneren, maanden terug. Dat hebben we geprobeerd intern op te lossen, maar toen is er een tweede onderzoek gekomen en toen bleek dat er wel de noodzaak bleek om het CLAT in te schakelen. Om gedetailleerd na te gaan wat er gebeurd is. Die brief is ook gestuurd naar de minister van Financiën en naar de president en mij is gevraagd om het onderzoek zelf door in de geschiedenis uit te voeren. Er vermoeden bestaat dat wij voor grote bedragen zijn, dat grote bedragen onnodig zijn uitgegeven door gebrek aan controle bij ons. Laat me dat ook wel zeggen. Gebrek aan controle door onze eigen mensen. En ik heb aangekondigd dat we de regels gaan versterken. We gaan nieuwe eisen stellen aan mensen die in dienst komen. Nieuwe mensen die benoemd worden. En daarom heb ik iedereen uitgenodigd. Dus daarom vraag ik de media een beetje aandacht. Daarom heb ik iedereen uitgenodigd. Die boodschap geldt niet alleen voor de media, geldt ook voor ons. Toch, als ik 1 ding verkeerd zie gebeuren, dan gaat u plaatsmaken. Als we weken moeten wachten op antwoord, dan gaat u plaatsmaken. Dan gaan we andere mensen in dienst nemen. Als ik hoor dat presentielijsten, dat er geen goede controle is, dan gaan we een ander hoofd benoemen. Toch, als ik gras moet komen maaien bij jullie afdeling, dan hoeft het niet. Dan mag u plaatsmaken, dan ga ik het zelf doen. Dat is de reden waarom ik jullie allemaal heb uitgenodigd. Er zijn vacatures, er komen nieuwe hoofden, dus ik ga jullie weer ontvangen voor nadere instructies. Maar ik kan niet oneindig zo doorgaan de eerste maanden. Ik weet dat er een geschiedenis achter de rug is waar we weinig te zeggen hadden misschien. Toch, waar het misschien niet zo gemotiveerd was. Ik weet wat er allemaal gebeurd is. Toch, maar vanaf nu gaan we een andere fase in en jullie gaan hier blijven. Ik misschien niet. Misschien volgend jaar stop ik, misschien over 5 jaar stop ik, maar jullie gaan blijven. Toch? En ik ga alle tools geven dat jullie vlot kunnen werken, gecontroleerd kunnen werken, et cetera. Dus dit onderzoek is aan de klat gevraagd om gedetailleerd uit te voeren. En ik ga u zeggen, als voorbeeld, hebben we in juli een meeting gedaan en tot december bijvoorbeeld hebben we een besparing van 50.000 gehad. En als je dat allemaal optelt, gewoon steekproef geweest, dan komen we op een paar miljoenen. Voor een paar maanden alleen. Het vermoeden bestaat dat door slechte controle bij ons, misschien georganiseerd, we voor miljoenen te veel hebben uitgegeven afgelopen jaren. En dat is het eerste CLAT onderzoek wat betreft de vuilophaaldienst. Die we hebben aangevraagd bij het CLAT om voor ons in detail te gaan uitzoeken wat er aan de hand is. En de mensen, de eerste groep mensen die hebben we al aangesproken van OW, die zijn ook ontlast geworden. Maar nu is het natuurlijk verregaander. Tweede onderzoek waarvoor we het CLAT vragen, laat me duidelijk zeggen dat de CLAT niet de politie is. De CLAT is er om als het ministerie van Openbare Werken vindt, of als de minister vindt dat hij ergens wat onderzoek wil hebben om te kijken of de middelen wel goed besteed zijn voor het juiste doel, zijn de procedures gevolgd, dan vraagt hij de CLAT. De CLAT is geen politie, laat me dat duidelijk zeggen. De CLAT checkt even of de procedures gevolgd zijn, etc. En als ik dan, mochten er dan
zwaarwichtige adviezen zijn van de klant, dan kan ik beslissen om, bijvoorbeeld naar justitie te gaan voor andere zaken. Ik ga het nu hebben over een tweede klaponderzoek die we aanvragen via de minister van Financiën. Dat heeft te maken met de grote projecten. Je weet, in het parlement afgelopen jaren hebben verschillende mensen zoveel gezegd over grote projecten en alle soort beschuldigingen geuit, waar of niet waar. Daar is er zoveel geld uitgegeven, daar heeft men een jank gemaakt. Maar niemand heeft namen genoemd en God weet of die dingen waar zijn of niet waar zijn. Ik denk dat met de aanvraag van dit klaponderzoek om vooral de grote projecten van de afgelopen jaren te onderzoeken op hun correctheid, procedureel, etc., gaan wij de samenleving de juiste informatie kunnen verschaffen. Omdat we weten dat er projecten zijn die soms een dure fundering nodig hebben. Maar vaak weten politici dat niet. Dan kan je wel zeggen dat die meneer duur heeft gevraagd, maar misschien is het gerechtvaardig. Het gevolg is dat de namen van de bedrijven eronder leden, maar ook het ministerie van Openbare Werken. Want nu ben ik minister en als men nu nog zegt van projecten, ook al ben ik er niet mee belast, maar op dit moment ben ik minister, jullie zijn de staf, dat er daar gesjoemeld wordt over een project van 2 of 3 jaar terug, dan is het mijn taak om het klad te vragen om voor me na te gaan of alle procedures correct zijn. Dus wat het eerste onderzoek betreft vuilophaal, gaan wij het klad vragen om een aantal jaren te doen en niet meer 6 maanden. Kijken wat is er de afgelopen jaren gebeurd, laat ons daarover vertellen. En wat de projecten betreft gaan wij vragen aan het klad om vooral de procedures te checken, want daar gaat het om. Waarvoor ik de PG wel heb gevraagd om onderzoek in te stellen, dat is het eerste onderzoek dat ik naar de PG heb gestuurd afgelopen dagen, is ik werd geconfronteerd met die bussen. Er was een lijst van 50 brandnieuwe bussen. En niemand vertelt me het, maar op het veld moet ik plotseling horen dat in het bos bussen zijn. Maar de bussen zijn wel door OW gekocht. Maar niemand vertelt me dat ding. Toch? Dus ik heb soms niets te doen. Dus ik heb assistentie gevraagd. Laten we gaan kijken waar de bussen zijn. En ik heb een deel teruggevonden. Een deel staat hier. Maar ik heb niet alles kunnen vinden. Dus je ziet in de laatste kolom rood wat ik terug heb gevonden. En het zijn wel bussen, want ik heb de overeenkomst gevonden. Het zijn wel bussen die door de staat zijn gekocht, maar verdeeld zijn, naar mijn bescheiden mening, niet altijd op een correcte manier. Wat wij vragen aan de PG is om na te gaan waar de rest van de bussen zijn. Zijn ze legaal of illegaal? Er zijn bussen waar ze gewoon zonder overeenkomst zijn afgegeven door gewezen politici. Toch? Laten we weten wat is gebeurd. Had die gewezen politicus het recht om dit te doen met staatsmiddelen? Toch? Die vragen wil ik beantwoord hebben. Hadden gewezen politici dit mogen doen? Waarom? Ik heb hier een foto van een bus aan een sportvereniging. Ik heb nooit een advertentie gelezen in de krant dat andere sportverenigingen mochten meedoen. Het is wel aan 1 sportvereniging gegeven. Een bus geef je aan een sportvereniging die alleen van 5 tot 6 voetbalt. Wie houdt u voor de gek? En ik ben ook politicus geweest. Ik heb ook gelopen afgelopen verkiezingen. Ik heb ook gezien wat er is gebeurd. Toch? Dus wij vragen aan de PG dat hij de politici en misschien ook als OW betrokken is, vraagt wat is er gebeurd. Staatsbussen vallen onder verantwoordelijkheid van openbare werken en niet van een president of een minister. Toch? Of een voorzitter van een politieke partij. Laat dat duidelijk zijn. Of een adviseur. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Openbare Werken. En we hebben een speciale afdeling die daarover gaat. Wat we de PG gaan vragen is om onderzoek in te stellen hoe het komt dat missives beschikkingen zoveel onvolkomenheden hadden. Hoe het komt dat dit alles achter de rug van Openbare Werken heeft plaatsgevonden. Hoe het komt dat op het kabinet van de president dit soort dingen uitgedeeld mochten worden. Ik heb die ambtenaar ook gevraagd, vertel me eerlijk wie je dat heeft gegeven. Hoe kan het dat een gewezen parlementariër of DC je een beschikking in je handen geeft op straat? Ik vraag de PG om al deze mensen te interviewen. We willen de waarheid weten.
We willen weten hoe komt het dat die 1500 beschikkingen niet vanuit het ministerie van Openbare Werken, waar het behoort te worden afgegeven, zijn afgegeven. En dan ga je zeggen, dat ik heb het gezegd, dat is een nieuwe vorm van mensenhandel, mensenmisbruik. Ik ga het nu al zeggen, al ben ik geen PG of rechter, maar mijn gevoel zegt dat alvast. Er is misbruik gemaakt. En die politici, die gaan zich moeten verantwoorden, dat is wat ik vraag. Al die politici die, die genoemd zullen worden, toch? Want mensen gaan vragen moeten beantwoorden. Die ambtenaar van 1500, die 1500, gaat moeten zeggen wie hem heeft gegeven. Laten we weten wie die mensen zijn. Ik heb die namen gehad, ze hebben hem verteld. Dus ik hoop dat de politie mij ook interviewt. Toch? En dan onderzoek gaat instellen wat waar is. En we hebben voor het dossier, heb ik wat voorbeelden gezet. We hebben wat voorbeelden gezet voor de PG. Een aantal, omdat er verschillende soorten zaken zijn die naar ons bescheiden mening niet correct zijn. Niet volgens de wet zijn. Ik ga even een paar kort toelichten en dan kunnen jullie dan de vragen stellen. Bijvoorbeeld, je krijgt een lijst en daar staat duidelijk, eigenlijk hebben we geen plaats, maar wat moet ik met die namen doen? Toch? Dat geeft al aan dat iets niet klopt. Er was geen vacature, maar toch vraag je dat. We hebben een paar voorbeelden van missives gezet. Het gaat niet om de namen, dit zijn wat voorbeelden die ik heb gezet. Die verdacht zijn. Toch? Hier hebben we een missieve met puntjes, puntjes. Dat bestaat niet. In een land van goed bestuur doe je dit niet. Toch? Een land van democratie, rechtsstaat, doe je dit niet. Maar als er geen rechtsstaat is en goed bestuur, dan krijg je dit wel. Missieves met puntjes, puntjes en geen beschikking. Maar dan moet ik die persoon in dienst nemen. Dit is fraude. Dit is gewoon fraude, als mensen dat niet weten. Maar goed, de PG moet antwoorden erop. Kijk, hier krijg je iets, een brief. Dit is hoe het gegaan is, een brief met de naam van de raadsadviseur en namen, vier namen, en je moet bekijken wat je ermee doet. Doe je dit als raadsadviseur, kabinet-president? Dit zijn grote grappen. Dit is geen voorbeeld dat we geven. Toch? Dit is wat is gebeurd. En natuurlijk heb je dagelijks mensen die solliciteren. Bij OE, dat mag ook. Maar nu is er wel transparantie. En u mag het vragen, de PZ's zitten hier, de directeuren zitten hier. Niemand moet een brief naar de minister sturen, het gaat naar de PZ's. Want je weet, overal wordt alles achtergehouden. Niemand solliciteert naar een hoofd. Toch? Als dat zo is, moet hij het sturen naar de PZ's. En de PZ's moeten zaken afhandelen. Wanneer PZ geen goedkeuring geeft aan jou als nieuwe ambtenaar, mag je ook niet komen op het terrein. Een minister heeft geen enkele bevoegdheid om te zeggen, jij mag morgen beginnen. Alleen PZ. Want zij checken de stukken officieel. En zij gaan kijken, is er een stoel voor jou? Is er een kantoor? Zijn de middelen? Zo hoort het op een ministerie of op een georganiseerde organisatie. Dus mensen, dit is het tweede klad onderzoek. En er komt een derde. En laat me je gelijk zeggen wat die derde inhoudt, want anders ga ik daar kunnen eventueel nog vragen stellen. De derde die gaat naar de PG. Dat heeft gewoon te maken met voorzieningen van gewezen ministers. Die op dit moment aangeschreven zijn om volgens wet en recht hun middelen waar ze geen recht meer op maken in te leveren. Je moet weten dat ik middelen van 2010 niet heb. Nog binnen heb. Maar wij moesten wel erop letten. Moet er een minister komen in 2020 om het te doen? Oh, wie moest het doen? Toch? Die mensen zijn nooit aangeschreven. Toch, wat hebben de gewezen ministers gedaan die hier zaten? Het was hun taak ook om een beetje op te letten. Ze kennen de wet. Toch? Die voorzieningen moeten na 6 maanden ingeleverd worden. Maar er zijn sommige ministers die al 2, 3 jaar geen minister zijn, maar de wet interesseert ze niet. Ze hebben niet naar OW gebeld van luister, die 6 maanden zijn voorbij, et cetera. Ik heb 1 lijn getrokken. Voor alle ministers. Of het nou 10 jaar terug is, of 5 jaar terug is, of 1 jaar terug is. Allemaal mochten voor 1 februari hun dingen inleveren. Met een nette brief. En ik heb het verlengd met 1 maand. Dat is de reden waarom ik dat verzoek niet kan indienen. Maar dan ga ik wel stoppen. Dus voor al deze dossiers, laat me u zeggen, dan stop ik. Ik ga geen politieagent meer spelen. Vanaf nu, als iemand komt, vanaf vandaag,
eigenlijk vanaf vandaag, als iemand komt met een missieve met puntjes, puntjes, gaat in de prullenbak. Is fraude, ik doe die aan mee. We hebben iedereen de gelegenheid gegeven om, en we willen meewerken om te helpen. We hebben iedereen de gelegenheid gegeven als hij illegaals iets thuis heeft. Ik ga niet voor een pen vragen, maar als je iets hebt, een machine, auto, vanaf vandaag nu, moet je niet meer komen, dan moet je aanmelden bij de politie. Dat is wat ik wil zeggen. Vanaf vandaag hebben we de dossiers overgedragen aan de justitiële autoriteiten. En natuurlijk heb ik ook gelaunched een meldpunt, onregelmatigheden, voor de burgers. Toch? En kijk, hier heb ik alvast een pakket. Dit zijn dingen die burgers online mogen schrijven als ze een of ander tip hebben voor de minister. En dat ziet er zo uit. Ik geef je een voorbeeld hoor. Fraudeformulier, aanmeldpunt. Daar kunnen ze wat dingen invullen. Het mag anoniem zijn als je geen reactie terug wil hebben. Maar als ik weet wat het probleem is, dan ga ik het laten onderzoeken. Toch? En ik ga medewerking krijgen dat iemand, hopelijk lukt het dat ik iemand van justitie kan krijgen om speciaal dit van de minister over te nemen. Want als iemand over de minister wat wil zeggen, moet hij ook kunnen zeggen. Ja, ja toch? Dus we gaan een onafhankelijk persoon vragen om dit te analyseren. Dus dat is het vijfde onderzoek dat dus komt over een maand. Dan sluiten we dat af. En dan gaan we hier als OW beginnen met, zeg maar, het eigenlijke werk. We zijn bezig personele zaken nog steeds op te ruimen. Toch de 1500 mensen, dat goed in banen te begeleiden. Ik ben gestopt met auto's verzamelen, dat soort dingen. Alles wat nu binnenkomt, ga ik gelijk overdragen aan justitie. En net wat ik zei, dat laatste onderzoek van de PG, dat wordt geleid door de PG. Dat gaat om die brandnieuwe auto's. Als dat verslag komt, dan hoor je wel daarover. Maar in feite, ik ga u eerlijk zeggen hoor. Het is vervelend als ik als nieuwe minister moet komen en me bezig moet houden hiermee. Dit was eigenlijk jullie taak geweest. Toch? Ik weet niet of jullie de macht niet hadden om te voorkomen dat dit soort dingen moesten gebeuren. Ook wat materieel betreft. Toch? Laten we horen wat er gebeurd is. Hoe komt het dat de gewezen ministers dit over zich hebben laten gaan? Toch? Wat was de belemmering vanuit onze directoraten? Toch? De directeuren zijn normaal de baas hier. Toch? Dit is verschrikkelijk wat gebeurd is. Dit is echt verschrikkelijk. Toch, dit had nooit mogen gebeuren. Die informatie had ik. Ik moet zelf die informatie horen. Waarom wisten wij deze informatie niet op openbare weg? Toch? Behalve personeel. Toch? Hoe komt dat die auto's zo verkocht zijn? Ik weet dat er een speciale commissie was. Ik heb het zelf nooit gezien, dat ding. Toch? Maar hoe is dat toegestaan geworden? Hoe hebben we met ledenogen gekeken? Toch? Als deze minister iets verkeerd doet, geloof me. De klachten zijn buiten. Want ik doe het transparant. Ik heb er geen probleem mee. Eén fout die ik maak, het is morgen op straat. Eén verkeerde procedure die ik doe, als ik iemand even... Is het bij de president? Jullie mogen het weten, ja. Maar bij de vorige regering waarschijnlijk niet. Toch? Dus als er mensen zijn die hier hebben meegewerkt aan dit soort dingen, ik ga je bij God zeggen... Ik weet het niet van de PC, denk ik, maar als er mensen zijn die hebben meegewerkt terwijl ze wisten wat hun job was en niet geprotesteerd hebben, dan moet je binnen 2 dagen je functie neerleggen. Ik geef je de gelegenheid, leg je functie neer. Ik vind het erg als ik als minister moet komen om dit op te ruimen. En als je het niet doet, als het onderzoek begint, dan ga je zelf gedwongen worden dat te doen. Maar dit is verschrikkelijk. Dus wat de gewezen ministers betreft, zijn we bezig met de lijsten. Ik heb ze hier hoor, we zijn nog bezig. Toch? Maar ook hun gaan hun auto's moeten inleveren. Moet ik die brieven nou sturen om ze te vragen? Als ik hoofd moet zijn vallen, dan word ik het. Dan ga ik het doen. Maar nu heb ik het wel gedaan. Maar ik stop ook erbij. Toch? Dus de mensen die hebben meegewerkt, die hun taak hebben, niet goed hebben uitgevoerd. Ja, jullie hebben 3 dagen. Geef jullie 3 dagen. Denk zelf erover na. Toch? Want als de PG begint met zijn onderzoek, dan moet de gelegenheid worden geboden voor het onderzoek. Toch? Is goed. Heren van de media, dit is de informatie die ik wilde delen. We komen met meer instructies voor het personeel zelf. Omdat ik weet dat er een overgangsregering is geweest, waar misschien minder mocht.
toch, mij is ook verteld dat projecten hier niet behandeld werden, die werden elders behandeld. Dus ik kan ook niet iedereen verwijt maken, maar ergens hadden we wel de verantwoordelijkheid. Toch? Wanneer ik zie dat de overeenkomst wel wat ondertekend, dan heb je wel wat gedaan. Toch? Maar we komen met betere regels, we komen met betere instructies, dat is aanmerkbaar bij de directie en de hoofden. En ik ga het blijven voeden, blijven instrueren. Ook aanbestedingen, heel veel klachten. Maar ook daar komen we met verscherping en verbetering. Toch? Vroeger is er misschien niet geklaagd. Nu klaagt iedereen. Als we wat verkeerds doen. Iedereen klaagt. Het mag. Ik heb er geen probleem mee. Ik ga het verbeteren. En ook voor ons geldt dat als we iets willen onderzoeken, het klad mag de klad gaat inschakelen. Op dit moment, de IC is hier aanwezig, de interne controlehoofd. Is mevrouw Tovenaar hier? Ja. Ze weet, dat kan je zelf zeggen. Elke dag krijgt mevrouw Tovenaar, ook onder mijn leiding, opdracht om onderzoek uit te doen. En ze zei me dat ze afgelopen 10 jaar hadden ze geen werk. Bij mij heeft ze zoveel werk. Van Albina tot Nikeri, tot in dit ministerie. Elke dag komen rapporten uit. En je schrikt wat je leest in die rapporten. Moet ik presentie komen controleren? Moet ik komen controleren wat er op Duisburglaan gebeurt? Zijn de hoofden die moeten controleren, maar elke dag krijg je die klachten. Toch? Dus binnenkort komen de nieuwe PZ-regels uit, meneer Pengel. Die flyer moest in orde worden gemaakt. En vanaf dan, als je die zaken niet kan doen, mag je koffers pakken, weggaan. En dan gaan we jongeren inschuiven. Er zijn 15 ambtenaren die wel willen werken. Als zij het beter kunnen doen, gaan zij opgeschoven worden naar boven.